Mijn eerste aanblik van Frans van Amersfoort, zo'n blauwe 20 jaar geleden, sloeg mij gelijk met stomheid. Volledig overgevallen door die wilde donderwolk, git, zwart haar, magistrale wenkbrauwen als takkenbossen uitvuilende luiwagens, genesteld boven een paar aarddonkere ogen die me doordringend aanstaarden. Nog groen van onwetendheid, olijfgroen, blauw van verwondering, talo blauw, gewerkt mij allengs achter deze woest ogende façade een buitengewoon hartelijk, warmbloedig en betrokken mens, Frans van Amersfoort. Ja, ik schilder al heel lang. Maar het is interessant om je laatste werk te laten exposeren. Vind ik tenminste hoor. Iedereen denkt er anders over. Ik heb in het verleden heel andere verfgebruik gehad. En ook het was abstracter. Nu is het wat figuratiever. Dus je ziet gewoon wat erop staat. Van jongs af aan weet hij het. Hij wordt kunstschilder. Dat staat vast als een huis op aarde. Na de academie werpt hij zich op de grote abstracte werken met dikke, vette lagen verf. Maar langzaamaan wordt zijn werk meer en meer figuratief. Het worden engelen. Ja, ik schilder met symboliek, met een lach. Ja, dat doe ik eigenlijk. Daar komt eigenlijk op neer. Met een lach. De lach is niet altijd natuurlijk. Ik kan niet altijd heel nacht lachen. Maar ik vind het wel heel plezierig om op tijdens mijn werk een soort verkenningstocht te maken. Dat ik de goede dingen in het leven naar boven te laten komen. De mooie dingen vooral. Ja. Green is the color of my spring. Clean eyes in the morning when we rise. Deze avond is de opening en naast dat kunst te zien is, zijn er ook gedichten en is er muziek. Wie zijn hier zoal aanwezig? De openingswoord is door John Brands. Dat is een vriend en collega kunstenaar van Frans. Zijn vrouw Dorrit, John heeft een openingswoord gedaan. Dorrit heeft een paar gedichten voorgelezen, voorgedragen. Jacques van der Ven heeft een paar gedichten voorgedragen. Dan heb je Jacques Mees op de achtergrond, een van de goede vrienden van Frans. En ze dragen hem allemaal een warm hart toe en daarom zijn ze hier. En natuurlijk allemaal mensen die door de jaren heen heeft ontmoet. En de man achter de kamer is er ook een van. En hoe lang zijn de werken hier nog te bewonderen? Vanaf vandaag, 25 juni tot en met 30 augustus. Dankjewel. Alsjeblieft.